Quick Boys heeft een overtuigende 4-0 zegen geboekt op Terleden. Uitgerekend Robert Stemers en Jordi Thijssen, die in het verleden bij Terleden speelden, maakten het verschil op de Rode Molen. Stemers was goed voor 2 doelpunten. Niet juichen tegen je oude club? Nee, daar is Stemers niet van. Je speelt gewoon voor die club en dan moet je gewoon juichen. En dan, als je voor een andere club moet je ook gewoon juichen. Ik vind dat nergens op slaan. Als je ergens voor een club speelt, dan moet je ook gewoon juichen als je hebt gescoord, waar je ook vandaan komt. Speelde jij zelf ook een van je beste duels dit seizoen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ik prima speelde. Mijn beste duel, dat denk ik niet, nee. Maar je was wel belangrijk. Je hield een bal vast, kaatsen, scoren, assist. Ja, klopt. Assist en een goal, dan kan je belangrijk zijn. Dus daar ben ik blij mee. En ik ben nog blij dat Stemers vandaag ook supergoed laat zien. 2 goals, 2 assists volgens mij. Dus daar ben ik eigenlijk nog gelukkiger mee. Had jij dit ook even nodig, 2 goals? Ik had dit zeker wel even nodig. Ik denk dat het gewoon een hele lekkere bevrijding was. En gewoon een heerlijk gevoel om weer door te gaan zo. En voor mezelf vertrouwen is dat ook goed. Stemers is goede vriend van me. En als dan hoort dat het een twijfelgeval is bij de club, dan gun je zo'n jongen toch dat hij de tweede helft gaat vlammen. Dat heeft hij vandaag laten zien. Ja, want hij zei zelf al, ja, ik had het even nodig. Ja, zeker. Je merkt ook, de supporters zeggen van ja, twijfelgeval, hoezo? En hij reageert ook van ja, ik moet gaan vlammen en ik moet het wel gaan laten zien. En hij weet het ook. En dat doet hij vandaag. Dus we hebben er allemaal baat bij nu. Dus. En jullie hebben laten zien dat jullie al een paar kansjes genoeg hebben. Ja, zeker weten. Ja, we hebben een paar killers voorin. Jordi al helemaal, die heeft al aardig wat erin zitten. Dus voorin zit wel goed. Waar gaat dit eindigen? Nou, ik hoop zo hoog mogelijk. Maar laten we eerst volgende week tegen ASWH verder gaan. En daar valt de prijs te halen en dat is het belangrijkste tot nu toe.